In de vorige video is er echt een hoop gebeurd. Heb je die video nog niet gecheckt? Check hem dan eventjes nu meteen. Want het was echt een mega hype aflevering. Peter Parker heeft eindelijk zijn symbiote suit afgekregen met behulp van Miles. Kraven is bijna doodgemaakt en die is nu ergens... Ik heb geen idee, die zit ergens ondergedoken of zo. En wat wij nu moeten doen is wij moeten de symbiote terugbrengen naar Oscorp. Naar, hoe heet die nou? Oh ja, Dr. Connors. Ik heb nu de symbiote op mijn rug. Dus die gaan we eventjes brengen. Dan kunnen we eerst eventjes een stukje web slingen hier over de metro. Al dat is satisfying. In deze video heb ik ook de noir suit aan. Deze had ik volgens mij ook in de vorige video aan. Alleen toen zag je die niet. Omdat ik op een bepaald punt in de story zat. En dat Peter dus een symbiote natuurlijk aan. Zou raar zijn als hij de noir suit aan zou hebben. In dat cruciale moment. Maar ja, nu gaan we hem dus als het goed is wel gewoon heel de video zien. En voor Miles heb ik niks nieuws geselecteerd. Maar dat selecteer ik wel wanneer we weer als Miles gaan spelen. Hier eventjes voor nu over de brug. Ben ik al over deze brug geweest? Volgens mij niet. Deze brug is echt veel chiller. Die andere is namelijk heel laag. Kijk, dat is die andere. Die is heel irritant om overheen te webslingen. Daar hebben we natuurlijk wel de wingsuit, maar die is een beetje langzaam, vind ik. Er was trouwens wel één ding dat me opviel bij het editen van de vorige video, wat ik best al weird vond. Wat zeg je? Peter, hou je mond. Ik wil iets zeggen. Nee, maar er was één ding wat me opviel. En dat was dat Miles is zeg maar de student van Peter. Peter heeft alles aan Miles uitgelegd. Hij heeft alles geleerd. Hij is zijn meester, als het ware. En Miles heeft Peter kunnen verslaan, zijn meester. Terwijl Peter ook nog eens de symbiote had. Waardoor hij nog een veel sterkere versie van zichzelf was. Ook een beetje weird. Ik weet niet, dat was gewoon een beetje apart. En hij kon trouwens ook Kraven gewoon letterlijk verslaan. Terwijl Miles, die kon Kraven niet verslaan. Ah, dat was een beetje, dat was eventjes gewoon iets wat me opviel. Maar misschien wordt dat nog uitgelegd. Misschien heeft Miles ook nog een of ander symbiote suit of zo. Oh damn, dat zag echt badass uit, man. Ik hou echt van die noir skin. Ik vond hem ook al sick in die film. Kan je Peter nu nog wel vertrouwen met de symbiote? Nou, heeft hij hem op zichzelf niet aangedaan? Dat was niet zijn keuze. Maar dat is Harry. You finally got it off. Oh, maar nu is hij boos. Ja, Harry heeft niet door dat Peter corrupt was. My hero. Harry. We've got to destroy it. It's too dangerous. I don't want you to lose yourself. En nu denkt hij van, wat geef je hem alsnog niet? Pete, please, you don't understand. Connor said it was... I saved your life. You won't save mine. Do you want me to die? Ja, oh nee. Kom op, Peter, nee. Het lijkt alsof Harry al gecorrupt is, maar hij had volgens mij niet door dat Peter echt een andere persoon was. Ik denk dat Peter nu nog steeds dezelfde is. Dat Peter hem gewoon voor de gek houdt of zo. Yo, hoe erg gaat het... Gaat die symbiote hem corrupten, man? Hij is nu al zo corrupt. Hoeveel erger gaat het nu nog worden? Oh, nee. Gadverdamme. Oh, nee. Oké, ik had niet verwacht dat het nu zou komen. Get out of here, bro. Ga weg. Oh, god. Oh, nee. Daar ging de wandelstok. Oh, nee. Ik had niet verwacht dat het nu zou komen. 2 minuten in deze aflevering. Oh, damn. Hij heeft ook gewoon een tong kunnen maken met dat slijm en tanden. Zijn die tanden dan niet super squishy? Don't hurt him. Serieus, Norman. Oh, dat was een sick shot. Wat ga je doen? Mooi gebit. Oh, crap. Nou, daar ging Peter. Dat was het einde van Peter. Daar zien we niks meer van. Stop! Non-lethal! Just get it off of him! Zo weird hoe hij nu hierin is veranderd. Want het pak doet zeg maar wat je wil. Dus hij had dit voor ogen. Maar is hij nu al zo erg corrupt? Of is Harry dit gewoon? Ik heb geen idee. Oh, wat, we kunnen als Venom spelen? Oh, dat had ik helemaal niet verwacht. Oh, dit is lijp. Dit is lijp. Wat? Dat wist ik echt gewoon niet. Dat dat een optie was. Ik dacht, ik ga tegen Venom vechten of zo. Oh, dit is lijp. Come here, boy. Come to daddy. Oh, jij probeert mij aan te vallen. Yo, ik heb sowieso oneindig veel HP. Oh, it feels good. It feels great. Oh, dit is sick.
Here I come! Wat is dit? Aanvallen. Oh damn, oh damn. Bas door die deur, bro. Sheesh, hier, ik ga ook gewoon door de lift. Oh, dit is insane. Slaan. Hoe werkt dit? Boom! Ook weer echt de hulp of zo. Oh, dit is zo lijp. Dit is zo lijp. Oké, hier, we gaan weer charge doen. Boom! Oh, wat? Ik kan die schoten gewoon blokken, hè? En ik kan hier gewoon rushen. Kijk dit. Ik kan gewoon door iedereen heen lopen. Hoppa, blok. En ik kan gewoon zo. Hier, gewoon door iedereen heen rushen. En ik kan ook slaan. Oh, die is nu op cooldown. Dit is zo flipping lijp, zeg. Here I come! Yo, niemand kan mij tegenhouden. Ik ren gewoon door iedereen heen. Come to me, boy. Hier kan dit ook gewoon gooien. Oh, het voelt zo nice om deze kleine mannetjes gewoon in elkaar te slaan. Ik vind het ook wel leuk dat... Oh my god. Ik had ook gewoon die raket gewoon teruggeslagen. Hoe noem je dat? Wat is dit? Razen. Oh, dat is gewoon die explosie. Deze afweren. Maar ik vind het leuk dat Norman non-lethal wil. Hij wil dus niet dat zijn mannetjes mij doodmaken. Maar ja, ik maak ze wel gewoon lekker dood. En ik denk ook niet echt dat je me zo makkelijk dood kan maken, om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat je mij moet proberen dood te maken om mij te kunnen verslaan. Hey, boom, Hulk smash! Oh nee, ik ben natuurlijk niet Hulk. Wat doet dit ook alweer? Oh, wat? Ik heb geen idee. Oh, ik kan wel damage nemen. Oh, crap. Ze damagen me gewoon oprecht. Dat had ik niet verwacht. Wie heeft dat gedaan? Wie van jullie heeft mij gedamaged? Ik ben benieuwd wat deze dude doet wanneer ik hem niet versla. Oké, dat ging per ongeluk. Kom toe, papa. Ik eet alleen niemand op. Ik gooi alleen maar met mensen. Hij ziet er zo badass uit, zeg. Die tong is zo vies. Wow, wat is dat? Oh, nu kan ik niet door het glas heen. Dat is geen probleem voor Mr. Venom. Ik ren gewoon door heel het gebouw. Vijand grijpen. Oh, dat is sick. Dat is sick. Oh, ik ga gewoon iedereen... Wat? En ik kan ook weer gooien. Hier, ik kan hem grijpen. En ik kan gewoon dit doen. En dan kan ik hem weer gooien. Oh, dat is zo amazing. Dat is zo amazing. En ik kan ook letterlijk gewoon slaan met een mens. Hier, ik kan een mens als wapen gebruiken. Hier, boem, boem. Dat is echt leuk. Auw. Yo, hoe kan dat? Hoe verslaan jullie mij? Dat deed echt heel veel pijn. Oh, right back at you, buddy. Oké, hier jou even pakken. Nee, het gaat je niet lukken. Auw, oké, ik loop echt keihard tegen het raam aan. Niet zo handig. Nee, niet tegen het raam aan. Hier, bam. Het is zo leuk om die mensen te gooien. En om te bedenken dat dit Harry is. En hij heeft ook voeten trouwens, wat? Dat heb ik echt nooit gezien. Ah, ik weet niet wat ik had verwacht. Het is gewoon weird. Oké, ik vond het trouwens wel leuk. Dat was zo'n klein rooster waar Spider-Man doorheen gaat. Maar ik spring letterlijk gewoon door de muur. Hier, en ik kan gewoon door al die hekjes heen lopen. Dat is zo satisfying, joh. Ik kan gewoon door alles heen rennen. Ik hoef niet te kijken waar ik heen ga. Hier, door al die pijpen heen. Oh, dat is echt sick. Dit stukje hebben ze echt goed gedaan. Je voelt ze gewoon heel sterk. Het is gewoon super makkelijk, zeg maar, natuurlijk. Wat is dit? Oh, ik kan naar mensen toe gaan. Hier, finisher. Oh, dat is pijnlijk, bro. Dat is echt pijnlijk. Oké, aanvallen, aanvallen, gooien. Ja, dat is gewoon OP. Je kan zeg maar eentje doen. Hier, dan kan je aanvallen, aanvallen, gooien. En dan kan je dus gewoon drie mensen in één keer uitschakelen. Dan hoef je sowieso niet echt je best te doen. Je schakelt gewoon sowieso iedereen uit, maar... It is way too easy. Oh, wat? Ik ging bijna dood. Dat blijkbaar niet zo makkelijk. Auw. Dat zag er heel pijnlijk uit. Deze even reflecten. Deflecten bedoel ik. Oh, daar raakte je me bijna. Buddy, but not today. Whoop. Oh, die jump is ook sick. Die jump voelt ook heel nice om te doen. Get out of my way, everybody. Hier, kijk dit. Hier, die jump voelt ook gewoon zo sterk. Ik voel me gewoon zo sterk. It's amazing. Wow, wat? Wat deed ik daar? Brak ik nou zijn nek? Of ik had verwacht dat hij hem zeg maar in tweeën zou breken, die man. En dat deed hij net niet, maar... Ik weet niet of dat veel erger is dan gewoon iemands nek breken. Het is beide eigenlijk net zo erg. Zo. Voor Venom tenminste. Ah, ik vind het wel leuk dat ze dit echt super makkelijk hebben gemaakt. Want de rumble in de controller en het geluid maakt het gewoon super sick. En hoe easy het is, zeg maar. Je meldt gewoon echt iedereen. Yo, Peter heeft echt 8 slagen nodig om één dude te killen. Maar nu kill ik gewoon een dude in 2 slagen. Dat is echt heel makkelijk. Hier,
boom, die ook gewoon deflecten. Dat je allemaal deflect is ook zo cool. Oh, damn. Oh, dat was vies. Beet hij hem nou? Ah, maar deze mensen zijn hartstikke dood. Ik geloof niet dat Venom voor de knockouts gaat. Oh, crap. Oh, crap. Ja, nu wordt het erg druk. Weg, alsjeblieft. Wat doe jij nou, bro? Oh, here I come. Here is Johnny. Dat was het. Ik vergat het. Oh, crap. Ik moet nog werken aan mijn one-liners als Venom. Maar weet je wat ik ook wel chill vind aan Venom? Venom is gewoon lekker stil. Hij praat gewoon niet. Peter praat soms namelijk erg veel. Net zoals ik. Oh, de vlekte. Goodbye. Oké, hier even naar boven. Oh, ook gewoon die... Dat nieuwtje is sick. Oh. Oh, nee, wat? Ik brak zijn nek niet, maar gewoon zijn middel volgens mij. Zijn rug. Yikes. Oh, dat is echt niet fijn. Deze even finishen. Bam. Eeuw, ik kan gewoon niet eens zien wat er gebeurt. Maar volgens mij beet hij me in zijn hoofd. Oké, hier naar boven. Oh, hello. Die rush is ook satisfying, dit. Dat is leuk, dat is leuk. Gewoon een beetje spelen. Een beetje spelen met de vijand. Nou, kijk hoeveel dudes die Norman naar mij toe heeft gegooid. Hoe kan Norman trouwens ook zo'n groot leger hebben? Zeg maar, in geen een van de missies in Spider-Man heb ik ooit een Amerikaans leger gezien. Maar blijkbaar heeft Norman wel een mega leger. Onder de grond of zo. Geen idee. Dat is heel erg vies trouwens. Dat is echt heel erg vies. Waarom likt je? Waarom likt de Venom hem? Dat is echt heel nasty. Hij deed zo en dan... Oh, wat? Is zijn arm eraf geschoten? Oh, ik moet wel opletten. Het spijt me. Ja, zijn arm is eraf geschoten. Oh, oké. Okay. Ja, nee, die is weer terug. You can't do nothing to me, bro. Wat moet ik hier doen? Oh, gewoon rennen volgens mij. Wat is dat ook voor turret? Oh, oké. Okay. Nou, dan gaan we hierheen. Ik vind het ook goed. Venom kan alles aan. Nou, niet alles, want ik ging bijna dood. Oh, here I come. So sick. Oh, dat is Kraven trouwens. Ja, dat is een goede manier om een helikopter te kapen. Oh nee, Venom, doe het niet. Oh nee, nee. Oh nee, hij gaat in het reclamebord. Ik dacht op die stage. Ah, dat zou erg zijn. Oh, sick. Dat shot ook weer met zijn mond open. Dat likken snap ik echt niet. Dat was weird, Harry. Dat was echt weird. Dat was creepy. Is dit alles wat je kunt? Nope, zeker weten niet. You see nothing, buddy. Ineens is Venom ook volledig Engels zo'n beetje, hè. Wat doet die guy? Zagen jullie dat? Wat deed die gast? Oh nee, daar gaat de drumstel. Daar gaat de drumstel. Yikes. Oh, die heeft de vlekte. Dus zelfs de Kraven dudes kunnen mij niet aan. Terwijl ik echt 700 keer ben doodgegaan door deze dudes met Spider-Man. Nou, dan kan ik ze bijna allemaal niet deflecten. Oké, we moeten even naar boven gaan. Boom. Ja, even deze killen, want deze zijn irritant. Deze, explosie, deze... Oh, dat is een smash naar voren. Ik dacht dat was een sprong. Oh, die jump was ook lijp. Waar zijn ze hier achter dan? Oh, ze zeggen die is band. Ah, ik kan gewoon verder springen volgens mij. Deze, die flekt. Oh, het blijft amazing. Het blijft amazing. Heb ik echt al 700 keer gezegd. Maar het is echt satisfying. Dat is een Brute. Even kijken hoe makkelijk het is om een Brute te verslaan als Venom. Nou, het is zo makkelijk dus. Oeh, jeetje, dat zijn wel veel dudes. Maar kijk, wat je dus gewoon moet doen, is je moet één dude grabben. Die moet je gewoon gooien op iedereen. Dan kan je zo al die range dudes verslaan. Hoppa, dat is ook gewoon weer een brute. It's too easy. Die tong is zo vies. Waarom is die zo lang? Dat was lijp. En Kraven vindt het helemaal geweldig. Hij heeft nu ook iets meer... Oh. Oh, dat was slim. Dat was slim, dat had ik niet verwacht. Ik kan het zeggen, hij heeft nu een iets betere kledingkeuze of zo. Oh, dit is sick. Hij loopt ook gewoon door vuur heen. Wat een badass. Eeuw. Nou heeft hij bloed op zijn tanden. Oh, dat komt door dat drankje wat hij gedronken heeft, denk ik. Hallo, Kraven. Ik verwacht dat dit heel simpel gaat zijn. Ja, dat is het zeker. Oh, kijk die HP-balk. Ik vind het zielig voor je, Kraven. Oh, wat praat hij? Ah, en nu praat je niet. Kom op, Harry. Ik wilde je Venom stem horen. Oh, damn. Het klinkt niet echt als Harry, maar... Het klinkt wel alsof dit Harry was en niet per se Venom. Snap je wat ik bedoel?
of all things. Hoe die gewoon praat. Hij praat het wel gewoon normaal. Ik had verwacht dat hij gewoon dat hij allemaal rare dingen zou zeggen. Nergens op zou slaan. Maar nee, hij zegt gewoon wel normale dingen. Oeh. Oh, right back at you. Het is zo grappig, joh. Joh, we zijn echt Kraven aan het vernederen hier. We ownen hem echt hard. Nou, hit hij mij ook wel, maar... Ja, ik weet niet. Ik pak hier wel de win, vind ik. By far. Hij gooit allemaal explosieven op mij af. En die gooi ik gewoon weer terug. En hij blaast zichzelf op. En ik gooi hem in het vuur. Pak hem bij zijn keel. Nou, dat was Kraven. Zo makkelijk kan het gaan. Holy moly. Toch niet. Damn, hij is alert. Oh. Mijn tong is weer terug. Ja, nou ja, mijn arm was ook al teruggegroeid. Heb je dat niet doorgekregen van je mannetjes? Die informatie. Oh nee, want die heb ik allemaal doodgemaakt natuurlijk. Wow. Ja, ik moet wel ook even gaan opletten, want ik kan oprecht doodgaan hier nu. Hij klinkt zo flipping badass. Ik heb nu al zin om die Venom film te gaan kijken eigenlijk. Eerst dacht ik van Venom, dat is echt goor. Oké, dat is hem nog steeds wel heel erg. Maar ik weet niet of ik hem wil kijken. Het is echt vies. Het is goor. Het is goor. In game ziet hij iets minder vies uit dan in die film. Claim me. If I am to die soon, I will die roaring. Ja, oké, okay, dat kan je zeker weten doen. Ik ben dood gegaan als Venom. Daar gaan we het niet over hebben. Hoppa, dat is Kraven. Boom. Yay. De cutscene glitch ook een beetje. Oh, dat... Dit is echt Kraven. Dat was hem al. Maar twee waves. Twee fights. Heerlijk. Pak hem op. Lik hem maar weer eventjes. Ja, hij gaat het echt doen. Oh, nee. Au. Dat is pijnlijk. Yo, Venom is amazing. Ik wil geen Spider-Man game meer. Venom. Maar hoezo heeft hij dan nu niet zo'n bel gefixt? Dat je hem easy kunnen verslaan. Met die frequentiezooi. Hij ziet er nu wel uit als een badass, hè? Auw. Oh! Dat ik niet verwacht. Een dood in Spider-Man. Is hij nu door wie die is? Wordt Harry nu bewust van wat heb ik gedaan? Dat had ik niet verwacht dat er een dode zou vallen in Spider-Man. En is hij nou... Hij is op hoofd. Dat had ik echt niet verwacht. Dat er gewoon een death zou zijn. In een Spider-Man game. Dat iemand dood zou gaan. En dat het zo erg getoond zou worden. En dat die flipping... Dat er iemand onthoofd zou worden in een Spider-Man game. Dat had ik niet verwacht. Maar dat toont echt aan hoe verschrikkelijk Venom is, zeg maar. Dat vind ik wel sick. Hij kijkt nu ook nog bozer. Hij heeft nu iets meer... Ja, hij heeft iets meer een besefmoment. Emily Osborn. Mom. Is hij nu weer helemaal terug? Hij heeft best wel controle erover. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht hij zou gewoon lijp worden en dat is het. What did I just do? Don't be scared, honey. You finally have the power to do what we've always wanted. Yo, sinds wanneer zitten er spoken? The world. In Spider-Man. How? Dit wist ik niet. Let me show you. Ah, oh, het is wel sick dat er zo'n dubbel dingetje is. Oké, we gaan weer rare acid trips doen. Oké, nu wordt het echt heel weird, Spider-Man. Ik wist niet dat het deze kant op zou gaan. Het wordt nu echt alien-achtig. En met rare telekinesis dat een dood iemand met een levend iemand kan praten. Hoezo kunnen die tentakels daar allemaal komen? Waar komen die vandaan? Dit is heel weird. Oh, ik snap het al. Die Venom zegt... We gaan de wereld genezen. Emily bedoelt er iets anders mee, maar Venom wil denk ik gewoon alles overnemen met die Venomkrachten. Dat is de wereld genezen, want een alien die wil natuurlijk de wereld overnemen. Ja.
iedereen wordt dan zo'n symbioot. Ah, dat was sick. Ja, dat was gewoon om het te laten zien. Dat gebeurde niet echt. Ja. Nee, dat vind ik wel sick gedaan. Hoe dat de hele shot was met Harry. Al die tentakels en dan die wereldbol. Ah, dat is cool. Laat ons met rust. Oh, dat is wel sick. Hij had al zo'n besefmomentje, maar nu is hij dan toch weer overgenomen. Ah, dat vind ik sick. En Peter lag heel wat tijd onder een steen. Yo, Peter lag echt gewoon een kwartier onder die steen of zo. What happened to you, bro? Sorry, maar het ziet er ook wel weer een beetje kinderachtig uit met dat pak. Hij is de cartoon. Ah. Harry's still wearing his badge. Dat denk ik niet. Use Oscorp satellite dishes to find him. Oh, dat is wel slim op zich. Please be wearing that badge. Great, getting a strong signal that way. Oké, wat? Is Venom daar? Is het zo makkelijk? Oké. Het verbaast me ook dat er nu gewoon niks is. Geen gegil, helemaal niks. And I'll work with your dad and Dr. Connors to get you fixed up. Ja, maar die volgende cure is de Green Goblin, neem ik aan dan toch of zo. Want Harry is toch ook de Green Goblin. Dat was toch die andere cure of zo voor ze gebeuren. The signal stopped moving. Hij is hier. Stay there, buddy. Hoezo zou die hier zijn? Let's pinpoint his location a bit more. He's gotta be under that overpass. No way dat hij daar is. Dat geloof ik niet. Ja, of het is een soort outsmart move dat hij hier op mij aan het wachten was. Harry. Wat? Back here. Damn, just his badge. Maybe he's still around here somewhere. Nee, waarom zou die hier nog zijn? Dat is toch. Dat is toch niet daar per ongeluk geplaatst? Het is een dikke vette val of zo. Oh, godverdomme, is die een spin? Harry? It's me. Dit is echt heel vies. Hey, Harry. Can you hear me? Je weet toch hoe het bij jou werkte, Peter. Je kan niet zomaar uit het zoet krijgen. Nee, ik vind het eng. Dit is een horror game, gast. Harry. Jumpscare me niet. Harry. Wat? Oh. Hij is begonnen met mensen overnemen. Oh, hij mist een pak wel. Oké, maar dit is echt een catastrofe. Dit is echt heel erg. Hoezo zijn ze geel? Hoezo zijn ze geel? Waarom zijn ze geel? Even serieus. Maar waarom heeft hij deze mensen overgenomen? Heeft hij gewoon random junkies op straat gevonden of zo en die overgenomen? Waarom moet dat hier bij een underpass zo zijn? Oh nee, nu gaat het weer lastig worden. Nu is deze game weer lastig. Dat wil ik niet. Het was zo leuk als Venom. Miles heeft net al gedeeld met een symbioot probleem. En dan moet hij nu meteen in het volgende symbioot probleem duiken. En daar heb ik geen zin in, denk ik. Het is heel apart. En hoezo zijn ze geel? Dat snap ik ook echt niet. Misschien gaan we daar zo achter komen. Oh, damn. Die dodge was lijf. Ah, oké. Ik weet niet zo goed meer op mijn abilities werken. Deze. Oh ja, dat was zo. Yep. Easy. Jeetje. Ik dacht, het zijn er maar drie om eventjes in te komen. Maar nee, ik krijg meteen nog een heel leger achter me aan. Yes. Oh, kijk, en dan gaat het weg. You sure you're okay? Miles, I need help with these things. Got your messages. Assume you saw Kraven's dead? What? No. Hij denkt, shit! Ik had diegene kunnen zijn. I've got an idea. When you were under the influence... Certain sounds made you weak. That bell. But we can't just carry it around. No. But I have this mixing app on my phone. I can recreate the bell sonic elements. Then we can use it against Harry and his army. Miles! Serious! Study music tech. Feel free to share that opinion with the college acceptance board. Dat is zo flipping goofy. Dat waren twee verschillende. We were looking for you. And I was looking for you. I texted you I was okay. Well, I didn't get it because we've been on the subway looking for you. We're glad you're okay. I'll ride with your mom back home. Can you meet us? Gotta deal with something first.
But I'll be there as soon as I... Is echt niet. Ik snap dat je niet eerst je verhaal kan vertellen, maar het is echt van, yo, ik was 3 dagen afwezig en... Oh, yo, daar ben je. Oh, wat, we waren aan het zoeken. Oké, nice, yo. Ik, ik bel je later. Ik moet even iets doen. Alsof er echt niks is gebeurd. Dat is al badass. Nou, ik ben hartstikke benieuwd, Miles. Hoezo moet je nou altijd je muziek gebeuren er ook in proppen? Gaan we nu doen? Okay. Gotta recreate the sound of Craven's bell. What sounds can I use around here? Maar dat hoef je toch niet op die manier na te maken. Je kan toch zeg maar gewoon de frequentie... Ja, dat heb je niet opgenomen, maar de frequentie van de bel namaken. Wat? Wat is dit dan? Here we go. Wow, dat is niet hoe dat werkt. Yes. Dat is zo weird. Almost done. Just need a low frequency boost with a pulse. Dat kan je ook zelf maken. Like helicopter's blades. Gotta get up there. Het is allemaal wel erg toevallig, man. Sorry, maar deze missie vind ik echt weird. Deze missie slaat echt nergens op. Wat doet deze helikopter? Geen één helikopter vliegt zo. Stop. Hallo, meneer. Even wachten. Oh, pas op, Miles. Ik wil ook niet dat jij onthoofd wordt. Wat? Deze zijn ook rolls. Oh, nee. Die komen ook zo naar boven klimmen. Oh, damn. Wat doe je efficiënt, Miles? En nu moeten we weer vechten. Hoppa, in de oceaan. Nice. Pete, help me, buddy. Oh, dat zag er badass uit. I'm here. What I miss? Very funny. Let me transfer these sounds. Hopefully this will happen. Ah, ze zijn gewoon weer terug. Dat voelt goed. Ze zijn gewoon weer buddies. Oké, okay, wat moet ik doen? Je schokbeuk is geüpgraded naar Sony. Wat is dat schokbeuk? Oh, dat is dat. En dan zijn ze kwetsbaar. Alleen zeg, nou, het is best wel lang, maar ze krijgen niet extra damage of zo. Zorgt er gewoon voor dat ik wat minder op hoef te letten voor een tijdje. Ja, oké, okay, ik weet niet wat ik daarvan vind. Zo handig vind ik het nou ook weer niet. Hij blijft wel lang volgens mij. Oh, wat? Dat was sick. Dat was ik niet op voorbereid. Ik dacht, Miles wacht gewoon of zo. Weet ik veel, die ze iets op die app aan doen. Oh, dat zag echt sick uit. Hoe die zo langs vloog. Oh, en hij vecht ook echt mee. Oh, dat zie ik nu pas. Oh, dat is echt leuk. Maar kijk, er hadden meer missies moeten zijn zo met Miles. En dat hij zo... Hij stilde wel mijn kill, maar... Met zo'n duimpje omhoog en hoe die zo langs zwaaide. Oh, dat is cool. Hoppa. Ja, dat is echt leuk. Dat is echt leuk. Maar waarschijnlijk doe je deze mensen wel veel pijn. Ook met die sonische schokbeuk. Want Peter die ging echt lijp schreeuwen toen je die bel bij hem gebruikte. Maar het is leuk hoe ze dat samen doen. We did it. I dropped the pin for EMTs. Let's go. Let's go, Miles. Even dansen. Hier, let's go. The gritty, weet ik veel. Take the L, de vlos. Stel je voor, ze zouden een dansje doen nadat ze... De dudes hebben verslagen, de bad guys. Wat is daar? Gaan jullie dood? Oh nee. Oh kijk, Miles die vliegt ook met mij mee. Oh, dat is leuk. Oh ja, kijk, hij swingt mee. Dat is zo leuk. Hoezo zijn er niet meer missies met Miles op deze manier? Dat ze zo samen die mensen verslaan, samen webslingen. Dat is echt leuk. Oh, wat? Oh, hij maakt een soort van hubs. Waar die mensen worden gemaakt. En dan gooit hij ze in. Maar hij is gewoon aan het chillen in de stad. Ik snap dat de politie niet zoveel kan. Maar kom op, je kan toch op zijn minst even 1 auto neerzetten. We'll find him later. Wat zijn het ook weer voor dudes, man? Kijk die tanden. We need to save your mom and Genki. Wacht, zijn dit je... zijn dit Genki? Wat? Nee, dat geloof ik niet. Zitten ze hierin? Harry looked a lot different than you did when you had the suit. I
think that would have been me eventually, if you hadn't saved me. Ja, dat zou heel goed kunnen. En dat zou echt flippend amazing zijn. Hoe ze even hier maar eruit gehaald, Miles. Wat een asshole trouwens, dat hij achter onze familie aangaat. Onze families. We zijn gaar. Kom op, Mary. Ik had niet van jou verwacht. Don't think about that. Let's just fight these things and get in there. Ja, ik weet ook zeg maar niet echt of het consequenties heeft op lange termijn dat je dit hebt meegemaakt. Die symbiote. Shit. Oh ja, kijk, wat is wel een politieauto? Oké, ja, nee, dat is misschien toch geen succes. Nou, daar gaan we. Head first. Oh. We gotta move these tendrils somehow. You need to hurry. Ah, oké, hij heeft de metro tegengehouden, maar hoezo doet hij dat dan? Hoezo zou hij dat doen? Hoezo zou hij dat doen? Heb ik iets gemist? Ja, hij heeft dit nest hier gewoon geplaatst. Om erover na te denken. Let's hit a nerve. He's pulling back, but not enough. They're still trying to get into the trains. There's gotta be another nerve cluster. Ah, nee, oké, sorry. Nee, ik had een dingetje gemist, omdat ik zit te erg te praten van... Wow, wow, zo sick dat we met Miles zijn en zo. Maar hij wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen krijgen. Nou kan je ook gewoon naar het dichtstbijzijnde park gaan, of naar het centrum, of naar een winkelcentrum of zo, weet ik veel. Dat is hetzelfde effect. Miles, wat doe je? Maakt het weer erg ongemakkelijk, Miles. Kom daar... Ga uit dit blok, dit metalen blok. Het ziet er niet heel aantrekkelijk uit. Wat moet ik doen? Too big for a single sonic burst. How much time does it need? Godverdamme, dit is vies. Bro, you hear that? How much time? A minute? Ah, hij doet het zo. Keep your spidey sense sharp. This might get wild. Oh, dit is lijp. We moeten die muur verdedigen voor 2 minuten. Nee! Het is ineens een soort defense missie geworden. Oh, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik leuk gedaan. Ja, dit is leuk. Dit is leuk. En nu moet je ook je abilities goed gebruiken. Hoppa, get out of here, bro. Get out of here. En nu hebben we ook Miles die meehelpt. En dit vind ik nou echt leuk. Dit vind ik echt leuk. En nu voelt het ook alsof er wat meer stakes zijn in de game. Ah, dat is sick. Goed zo, Miles. Oh, we daar samen ook zo hem afmaken. Dat is cool. Kom op, Miles. Wat doe je? Hoezo kijk je naar mij? Doe iets. Hey, zo. Yes. Deze. Hoe lang nog? Een minuut. Dat is de langste minuut van mijn leven. Hey, het lukt aardig goed. Het is aardig makkelijk. Nog 10 seconden. Kom op, Peter. You can do it. En Miles natuurlijk. Oké, okay, 1 ability. Nog even gooien. Yes. Oké, okay, kom op, het is klaar. Nu is het klaar. Yes, that's it. Mooi. Oké, okay, en nu? We did it. Wat had dit voor nut? Maar de tentakels gaan ook gewoon in 1 keer weg. Ja, dat was waarschijnlijk dat zorgde voor... Dat waren de voedingsstof of zo, weet ik veel. Spider-Man. Oké, wat gebeurde? Knuffelen met Spider-Man. Alsof het familie is. Come on. That really sucks. I thought I was gonna die. My life was flashing before my eyes. You're good, man. That time when we went mini golfing for my birthday and I got that hole in one to win, I cheated. I could pick up the ball and dropped it in when you weren't looking, and I... You were 8. And honestly, I never liked the sandwiches you traded for at lunch, but I went along with it because I knew how much you loved my mom's banchan, and I'm seeing someone new, by the way. Her name's Andy, and she's great, and please don't kill me, but I just thought of a sequel for Speed Nonagon, wait, and wait, I... Wait, wait, wait. Andy from Kim? Oh, she's real cool. Thanks for saving us. Waar is hij ook echt de enige mensen in die metro? Lijkt het wel op. So busy. I'll do better. Make the time to hang out. Be careful. Genki, let's get uptown. I'll make you something good for dinner. Next step. Dat is wel leuk. Find Harry. Ja, die cutscene werkt niet echt met de noir suit. Oh, dit is toch weer lijp, joh. In de regen ook. Weer met Miles webslingen. Elke missie in de game had zo moeten zijn. Oh, hij is weg. Nou, nee, laat maar. Nee, laat maar. Hij snapt wat ik bedoel. Je hebt een nieuw outfit. Oeh. Dat telt niet. Dat is geen nieuw outfit.
Oké, even kijken voor Miles. Ik ben benieuwd. Miles, show him what you got. Show him what you got. Ah ja, oké, dat is wel leuk. Die is wel heel erg leuk. Alleen ik heb niet genoeg tech-onderdelen en we spelen niet als Miles. Dus helaas. Maar dit stuk van de game vind ik by far het beste stuk. Nu al gewoon. Dat had ik niet verwacht. Maar dat is wel echt sick. Wat nu? Oh, nu is er gewoon geen stress. Er loopt nog steeds een mega zwart monster met tanden en een tong rond die mensen overneemt. Maar nu is er geen stress, omdat onze familie is gered. Wie, Harry? No shit. En het is allemaal mijn fault. Het is mijn ook. Harry told me about his treatment. I knew something was up. Nee, ik wilde het horen. But I'm needed somewhere else. Ja, please, ik wil het gesprek horen. Ik ben heel erg geïnteresseerd in dat gesprek. Echt heel geïnteresseerd. What the? Wat is dat? As I was saying, Harry told me about his treatment. I knew something was off, but I was just happy he was back. I should have told him that more. You still can. I'll let you know if I hear from him, Mr. Osborne. Okay. Oh, zijn andere... Ik weet niet of ik dat goed hoorde, want ik was ook naar dit aan het kijken. Maar zijn treatment... Zijn andere treatment is al begonnen of zo. En dat heeft hem ook al een beetje gecorrupt, denk ik. Ik snap ook wel dat hij boos was op Peter. Dat snap ik wel. Overal zijn nu van dit soort weirde tentakels. Kijk hoe vies dit is. Zoek Harry bij hem thuis. Ik denk niet dat hij gewoon thuis lekker op de bank zit en Netflix of zo. Dat denk ik echt niet. Happy birthday, MJ. They say time heals all wounds. That's a lie. Every day without you is worse than the last. If I lose Harry, Harry Potter. I don't know what I'll do. Norman's really hurting. I need to find Harry. Nu zet iedereen exact dezelfde audio recorder en laat iedereen heel creepy berichtjes achter. Dit ding ligt hier in de regen. I haven't heard from MJ in a while. I should give her a call. I hate this. I love this. You do? You've hit the nail on the head. Finally! Top story. Everybody's talking about it. This is editor material. Editor? Congratulations. Your first assignment, write more juicy stuff by tomorrow morning. Drama, controversy, just like this. Like this. Get writing! MJ. I didn't get fired from the Bugle. In fact, I think I got a promotion. Hey, that's what you wanted, right? Yeah, I niet met dat pak. Then that's great. Hey, listen. Ik wil deze missie met elk pak spelen. Something's gone wrong with Harry. What happened? Heb je het nieuws niet gezien? Oh. Hang on, someone's at the door. It's Venom. Hard to explain. Just promise me you'll stay away from him, okay? Yeah, I am. MJ? Dat is echt te perfect voor woorden, sorry. Ja, sorry dat ik daar lach, maar dat is wel heel toevallig. Come on, MJ, pick up. Hey, it's MJ. You can leave a message, but why would you? If it's important, just, you know, text. Please be okay. Natuurlijk niet. Je zag dat toch? Oké, ja, dat was inderdaad een hele korte missie. How are you feeling? Anxious? Panicked? I meant physical symptoms. Soreness? Fatigue? Yes. Wait, symptoms? I've been looking through years of research notes. The symbiote channels a collective consciousness. That hive mind I was in. Was is optimistic. It may still be inside you. What? Nothing to panic about, but perhaps you should come to the lab for some tests. Can't, Doc. Bigger problems. Gotta go. Maar hij maakt het weer zo vaag, alsof hij in die symbiote zit van... Nee, ik heb grote problemen. Doei, 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 doei. Ga je de video afsluiten? Smash eventjes op die like als jullie hem super awesome vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!